is weggegaan toen de uitspraak kwam dat ze uit huis geplaatst moest worden. Ze is al bijna een half jaar ondergedoken. Nee joh, echt waar? Ja. Vorige week liep de uithuisplaatsing af en de gezinsvoogd had beloofd dat die niet meer verlengd zou worden. Vrijdagochtend om 10:30 moesten we naar de orthodontist. En we worden zo ingerekend op 10 politieagenten, midden in de handboeien. Hoe is die film van jou tot stand gekomen? Nou, door de corona was het werk even stilgelegd. Want we waren in een lockdown. En toen ben ik gaan kijken naar een onderwerp die me zou aanspreken. Ik kwam toevallig een onderwerp over uithuisplaatsing in de media tegen. Daar ben ik ingerold. Heb ik verder research gedaan. En nou ja, toen ging de beerput open met allerlei verhalen. En uiteindelijk kwam ik via iemand tegen die zei: jij moet met Ilona gaan praten, want die heeft een verhaal dat is te slecht voor woorden. En dat hebben we gedaan. En toen is het balletje gaan rollen. Ja, want kan je nog ietsjes meer vertellen over die Ilona en wat dat voor iemand was en wat er allemaal mee gebeurd is? Ja, Ilona is een moeder van 3 kinderen. Die is gescheiden, nu zo'n 8-9 jaar geleden geloof ik. En die scheiding is niet helemaal soepel verlopen. Is, nou, zoals we dat kennen, een vechtscheiding geworden. En daarbij is uiteindelijk jeugdzorg bij betrokken geraakt. En die hebben uiteindelijk beslist dat haar kinderen niet meer bij haar mochten wonen. Ja, want ja, kinderen niet meer bij haar komen wonen. Jeugdzorg, ben je daar ook helemaal in gedoken hoe dat zit en waarom dat kan en waarom dat mogelijk is? Ja, nou ja, wat ik gedaan heb is, ik heb niet alleen dit verhaal natuurlijk geresearched. Ik kreeg heel veel verhalen binnen. Ik heb die dossiers gelezen en ik heb daar gewoon vraagtekens bij gezet van nou, als je vermoedens hebt dat iets niet klopt, is het dan ook wel waar? En dat soort dingetjes heb ik onderstreept en voor mezelf aangegeven van nou ja, ik wil toch eigenlijk wel zeker weten dat iets niet klopt. Als je een kind uit huis plaatst, dat is eigenlijk het ultieme wat je nog kan doen als jeugdbescherming. Het kind weghalen bij een ouder. Ik heb mensen niet uit huis geplaatst. Tuurlijk, we verschuilen ons weer achter de collega. Mijn advocaat zei, stel dat ze niet naar moeder, dan naar Sammy. Nee, zei vader, dat gebeurt niet. Want dat is uit het netwerk van moeder. Maar als er dan in de rapporten staat, wij hebben vermoedens of wij maken ons zorgen. Ja, dat is niet heel erg sterk. Maar daarom worden wel die uithuisplaatsingen gedaan. En ik ben verder gaan research en ik kwam iemand tegen die net als ik, maar dan wel geschoold was, een sociaal pedagoog. Die heeft 200 dossiers in zijn bezit, die heeft hij allemaal bestudeerd. En die zegt van ja, daar staan alleen maar aannames, vermoedens in. Wij denken dat, het zou misschien kunnen dat en dus moet het kind uit huis geplaatst worden. Jeugdbescherming gaat dus uit van er is strijd tussen ouders. School begint echt wel een probleem te worden. Heeft het iets opgeleverd in het geval van Ilona? Nee. Weet je, het is een heel groot en log overheidssysteem, jeugdzorg. En daar moet iets in veranderen, maar dat gaat niet van vandaag op morgen. En dat zal in mijn documentaire ook duidelijk worden. Ze staan niet open voor kritiek. Als je zegt van, hé, dat klopt iets niet, dan zeggen ze van, ja, daar heb je geen verstand van. Of wij zeggen er niks over. Ze beroepen zich op de privacywet, dus ze kunnen niks zeggen, ze willen niks zeggen. En het gaat niet om privacy, het gaat erom dat je zegt van, jongens, check nou eens even de feiten. Wat is nou werkelijk gebeurd? En dan krijg je terug, ja, maar dat kunnen wij niet. Onderbezetting, te veel werkdruk. Al zo vaak beloofd voor omgang. Ja, dat is een beetje een moeilijke boodschap voor u, hè? Als je hier niet in zit, dan kun je gewoon helemaal niet voorstellen dat ik kan. En die film, wanneer kunnen de Almeloers naar deze Almeloze film, tenminste van een Almeloze maker, kijken? Hij draait de 28e, dat is volgende week zondag, draait hij hier in Hof 88. Dat is al heel erg fijn. En we zijn aan het kijken naar meerdere voorstellingen, maar ook dat heeft weer met de corona te maken, met planningen, met lockdowns en al dat soort dingetjes, dat het even wat anders verloopt dan anders. Maar zodra het bekend is, dan gaan we het ook weer bekendmaken. En we hopen dat hij echt door heel veel mensen gezien kan worden.